Suriname doet mee aan de Expo 2020 Dubai. Deze duurt bijkans 6 maanden en wel tot maart 2022. President Chandrika Prasad Santokhi zal Suriname in de laatste week van november vertegenwoordigen op deze expo. Voor deelname aan de expo moet Suriname 2,4 miljoen US dollar betalen, waarvan Dubai met 1,5 miljoen inkomt. Suriname zal als eerste land staan in het paviljoen van duurzaamheid op de expo, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken. De minister zegt dat Dubai 1,5 miljoen Amerikaanse dollars van de kosten voor haar rekening neemt. En dat is behoorlijk veel geld. Dus de rest zal door ons moeten worden opgebracht. Dat is onze bijdrage. Dat is ongeveer 900.000 US dollars. Maar laat me meteen dit zeggen. De regering heeft dat bedrag goedgekeurd als een soort van voorfinanciering. Want wij gaan proberen een deel van het bedrag terug te verdienen door middel van sponsorships, door middel van bijdragen. En er zijn verschillende pakketten ontwikkeld. We hoeven niet in detail hierover in te gaan, want in de loop van de komende weken zal het team beschikbaar zijn om die informatie te verschaffen. Maar wij verwachten van het bedrijfsleven, en vandaar de presentatie naar het bedrijfsleven gisteravond, met een kleine 60-tal bedrijven, volledig met COVID-voorzieningen gedaan, volledig gevaccineerd, 1,5 meter afstand enzovoort. Er zullen 193 landen meedoen aan deze expo. En als wij ontwikkeling willen brengen, moeten wij serieus bezig zijn, benadrukt de bewindsman. In de 6 maanden van de expo hoopt de organisatie 25 miljoen bezoekers te ontvangen. Dus als u zoveel mensen tegelijkertijd daar kunt hebben, dan weet u dat de kansen vergroot worden op het zaken doen en het presenteren van Suriname. Er zullen 5,5 miljoen zakenlieden zijn en bedrijven die daar zullen zijn. 44.000 bedrijven zullen op 1 plaats op 300 hectare bij elkaar zijn. Dat is een uitstekende gelegenheid, een uitstekende investering. Niet een kostenpost, maar een investering naar de toekomst toe. En per dag zullen er 250.000 bezoekers zijn. Nou, 250.000 bezoekers, dat is de helft van Suriname, min of meer. Kunt u zich dat voorstellen? Wat voor gelegenheid er is om het Surinaamse product, Suriname, de Surinaamse cultuur, onze multifunctionele, multi-ethnische samenleving, multiculturaliteit uit te dragen. Je hebt geen betere mogelijkheid. Nou, laat me toch wel zeggen, want ik weet dat dat misschien een vraag zal zijn, maar het kost veel. De expo begint op 1 oktober en duurt tot eind maart 2022. Het belangrijkste moment voor Suriname tijdens dit evenement is de Nationale Week, die op 27 november begint. Het gaat dan om nationale dagen waarbij landen kunnen tonen wat ze te bieden hebben.